Hey gasten, leuk dat jullie weer kijken. FIFA Experience hier. Lange tijd weg geweest, maar nu eindelijk weer terug. En we doen even gelijk een World Cup even gelijk erin gooien. Dit is het team. We hebben nu het beste Europees team gemaakt. Ik zal even snel doorgaan wie we allemaal hebben. We hebben op doel Courtois. We spelen 3-5-2 op het 3-4-1-2 eigenlijk, met een CM dan. Op centraal hebben we Kompany, want die hebben we natuurlijk weer net nieuw erbij gehad. Die is natuurlijk hartstikke sterk. Daarnaast hebben we Boateng en we hebben Piqué. Op het middenveld hebben we Pogba en Schweinsteiger, 90 algemeen maar liefst. Rechtsmid hebben we de snelle Shaqiri. Linksmid, we hebben natuurlijk ook nog in de wissel Schürrle, die is eigenlijk wat beter. Maar Memphis Depay is gewoon een van onze Nederlandse helden, dus die moeten we wel erin gaan zetten. En die is ook nog eens heel goed, dus die gaat ook gewoon lekker spelen. Op CM hebben we Götze en in de spits hebben we natuurlijk Benzema. En nu eventjes Dzeko, maar we kunnen natuurlijk ook gewoon Huntelaar erin zetten, want die is nog zelfs iets beter. Manager natuurlijk Louis van Gaal. Dit is het team en hiermee gaan we dus spelen. En dan gaan jullie nu de groepsfase zien die we hebben gespeeld. Steady going up. Would it be that dope, yo? Patty show with these hoes, bro. Hit them with a geeked up flow. Try to smoke me, cause I'm just that dope, yo. Bagging shit like I'm pro, yo. Kill the game like I'm low, so. Cause I make hits like Rose Bowl. Shine so bright, we glow, glow, glow. I had a vision, then one day I make a million. Cop drop top, got no ceiling. So close, I know I feel it. But for now, I'm loving life. Doing these shows, red eye flights. Wearing these clothes, seeing these lights. Hard to believe that it's my life. Oké, dat was dus de groepsfase. 9 punten gepakt. Ging hartstikke goed. Er zaten ook een paar mooie goaltjes tussen. Nu gaan we even de 3 standaard pakketten openen. En dan kijken wat daarin zit. Trouwens, Menes wil ik nog even bedanken voor de banner die hij voor ons heeft gemaakt. Mooie banner, dus check hem uit. Oké, volgende pakje. Wie hebben we? Kennedy ook al. Kom op, even een goede speler. Even die we nog niet hebben. Iemand voor het Europese team of zo. Arjen Robben natuurlijk. Hoop ik altijd op. Elke dag. Elke week, maar... Ik weet niet of het nog bij FIFA 14 gaat lukken om Arjen Robben op World Cup te halen. Misschien maar FIFA 15 proberen. Deze hebben we nog niet. Rukavicja. Is trouwens wel hartstikke snel. 91 maar liefst. Maar hij is natuurlijk niet zo heel goed algemeen. Oké, we hebben 7.6k coins. Dus we kunnen nog even een 5k pakje kopen. Even kijken of daar is misschien nog iets goeds in zit. We gaan het zien. Kom op, even een paar spaces die we nog niet hebben. Als ik maar geen spelerscontract of zo zie, dan zou het wel jammer zijn. Antonelli en de rest is, de rest hebben we allemaal. Wel veel spelers, alleen niet zo heel goed, allemaal een beetje zilveren. Maar we hebben dus Antonelli, linksback, maar we hadden al een paar andere goede Italiaanse linksbacks. Maar ja, goede zilverspeler. Oké gasten, in ons 5k standaard pakket hadden we een nieuw pakje gekregen, de Julie Boffen. Extra lange pack opening in deze aflevering. Nu hopen dat er ook nog een paar zeldzame spelers in zitten. We gaan het zien. Maar het is natuurlijk hartstikke chill. Gewoon even een nieuw pakje. Altijd fijn. En er zit in Martinez en voor de rest Savellas. Dus niet heel speciaal helaas. Wie is deze? CVM-CM, altijd waard. Iets van tussen de 1 en 2k. Nice. Oké, let's go. Oh, even ander shirtje. We hebben nog de Franse shirtjes trouwens. Maar zijn natuurlijk altijd hartstikke mooi. 84 algemeen, 100 chemistry,
3-4-1-2. Dezelfde formatie als die van ons. Kan uit ook Tseko, wie heeft hij nog meer? Ik zie Mata, Fellaini, Dembele, Mirallas. Valt eigenlijk best wel mee, Casillas op doel, die is dan de beste. Kan Dreva nog op CAM, maar wij hebben toch wel kwalitatief gezien een beter team. Let's go. Lopje, oh ja, die is goed. Tseko, hey, wat is dit nou, scheids? Oké, wacht, we hebben de bal nog. Schweinsteiger. Ah, de redding van de keeper. Depay, Depay, ja hoor. Daarom hebben we dus Memphis Depay erin. Ode aan deze jongen. 1-0 aan de leiding. Kom, verleng hem. Ja hoor. Pogba die kan door. Even die Franse combinatie. Pogba en Benzema. Pogba gaat naar binnen. En oh, wat doet hij dat mooi. 2-0. Het gaat hartstikke lekker. Zie je weer de twee Fransen. Kunnen elkaar goed vinden. Ja, dan gaat hard. Komt Zeko. Ja, goed gedaan. Door naar Benzema. Benzema neemt hem aan. Schiet. Oh, heerlijk zeg. 3-0 alweer. Was nog een lastige positie om uit te schieten. Maar Benzema is natuurlijk zo'n spits. Die kan dat. Goede aanname. Gelijk schieten. Goed diagonaal geschoten. Casillas weer kansloos. Oh. Kom op, kutsen. Ah, goede redding hoor. Dan hebben we ook nog Courtois er staan. Die ook altijd wel in is voor een mooie redding. Oké, cornertjes zijn wel altijd kut. Maar Piqué zit daar wel aardig bij. Nog een corner. Kom op, weghalen. Ah, joh. Ik dacht even dat hij zat. Maar Fellaini komt er gelukkig naast. Er kan niemand bij. Ja, Dzeko. Dzeko. Schiet. Ah, oh, en Benzema bijna nog bij de rebound. Oké, we gaan rusten. Eerste helft staat 3-0. Jantje, hij is nog niet geliefd. Misschien moeten we dan nog maar even 3 maken in de tweede helft. Maar het gaat in ieder geval hartstikke lekker. En zo moeten we gewoon doorgaan. Ik kan Shaqiri oppakken. Shaqiri schiet. Oeh. Verrassend schot. Keeper kon er al net aan zitten. Corner. Volgens mij de eerste corner voor ons. En die koppen we gelijk. Tseko nog een keer. Boateng dan. Breng hem weer terug naar Tseko. Tseko schiet. Opletten. Ik kan het even wat uitbreken. Company zit er nog wel bij. Company. Oh nee. Keeper is weg. Maar. Ah. 3-1. Tseko dit keer. Helaas, was echt een countertje. Maar nog geen paniek, want we hebben nog een ruime voorsprong. Beetje druk. Nou, Pogba. Ja hoor. Kon nog best wel makkelijk draaien in de 16 meter gebied. En ja, dan is het gewoon schieten. En dan kan de keeper is natuurlijk dan altijd bijna te laat. Strak laag in de hoeken. Beetje in de kluts daar zo. Maar hier een heel mooi paasje van Gutsen. Die wist Pogba goed te vinden. Nou, nou, nog een aardige afstandsschot. Oh, controller is uit. Maf. Oké, Shaqiri die kan doorlopen. Nu de voorzet naar Schweinsteiger. Op de lat, ah jammer. En nu gaat weer de controller uit. Het is een beetje irritant. Straks even nieuwe batterijen, maar deze wedstrijd kunnen we even doorspelen. Oké, de paai, je moet even mee verdedigen. Sterk gedaan van Piqué zeg. Nog even extra verdedigen. Nou, daar kon hij nog doorheen schieten blijkbaar. Nee jongens, ervoor. Ah. Scoort hij toch nog 90e minuut, 4-2. Natuurlijk niet echt belangrijk, want we zijn natuurlijk sowieso door. Maar ja, we hadden natuurlijk liever gewoon 4-1 gehouden. Maar soms heb je niet voor het zeggen in FIFA. Oké, okay, nice. 4-2 gewonnen. We gaan door naar de kwartfinale. Dan sluiten we hem hier even af. Want de groepsfase is best wel lang. Veel goals. Ik hoop dat jullie een leuke aflevering vonden. We zijn natuurlijk weer terug. Dus er komen weer een paar afleveringen aan. Bedankt voor het kijken en dan zie ik de volgende keer. Later.